Waar zitten we hier precies? Nou, wij zitten hier in de kantoren van het Utrecht Sustainability Institute. Dat is een instituut waarin verenigd zijn eigenlijk drie categorieën. In de eerste plaats een aantal faculteiten van de universiteit. In de tweede plaats een aantal instituten voor toegepast onderzoek. Zoals TNO, KNMI, ook een instituut uit de watersector en nog een paar. En drie, ook een groep bedrijven die zich ook actief bezighouden met ons streven naar duurzaamheid. En in die samenhang willen we als het ware een bijdrage leveren, zowel vanuit de wetenschap als vanuit toegepast onderzoek, als vanuit bedrijven, aan het concretiseren van het onderwerp duurzaamheid, bijvoorbeeld in wijken of in steden of in regio's. En op die manier ook een permanente uitwisseling organiseren tussen wat er in de praktijk van het leven gebeurt en theorievorming daarover, de wetenschappelijke ontwikkeling, onderzoek enzovoort. Kunt u een concreet voorbeeld geven van waar dat in kan uitpakken? Nou, dus laat ik twee voorbeelden noemen. Eén is dat wij vanuit dit instituut op het ogenblik bezig zijn met een project over hoe kan de financiële sector een bijdrage leveren aan het streven naar duurzaamheid. Naar onze opvatting is dat te weinig het geval. Andere voorbeeld, daar zou ik er een aantal concreet van kunnen noemen, maar als groep, is dat wij met bijvoorbeeld steden bezig zijn om nieuwbouwwijken op een duurzame manier te ontwikkelen, neer te zetten. Maar ook bijvoorbeeld bestaande bedrijventerreinen om te vormen in duurzame bedrijfsterreinen. Dat soort van projecten moet u aan denken. En hoe ver gaat duurzaamheid in dat geval? Wat voor aspecten kijken jullie dan specifiek naar om het nou, zeg maar, anders te maken dan datgene wat er al als duurzaam betiteld wordt? Ja, kijk, duurzaamheid is in beginsel een integraal concept. Je kunt ook zeggen een integratieconcept. Hè? Mijn opvatting is dat een van de oorzaken van onduurzaamheid, misschien wel de belangrijkste, is de specialisatie. Dus dat de verschillende aspecten van de inrichting van een gebied langs aparte ingangen zijn vormgegeven en daardoor niet op elkaar aansluiten en daardoor, laten we zeggen, optimalisatiemogelijkheden binnen zo'n concept niet kunnen worden benut. Dus het is in de eerste plaats een kwestie van integratie. En dat betekent dus dat daarin alle kwaliteitsaspecten van, laten we zeggen, zo'n wijk, dat die in samenhang met elkaar worden bekeken. Dus dat is de energiezuinigheid, dat is ook het waterbeheer in zo'n wijk. Dat is ook, dat ligt dan misschien op een ander schaalniveau, maar hoe kun je de grondstoffen die daar vrijkomen in het afval, hoe kun je die hergebruiken? Hoe kun je ook, laten we zeggen, de sociale verhouding in zo'n wijk bevorderen door de manier waarop zo'n wijk wordt ingericht. Dus al dat soort aspecten worden als het ware in één samenhangend geheel bekeken en ontworpen. Maar waar het uiteindelijk in de komende periode om gaat, dat is dat we een manier van leven ontwikkelen die minder belastend is voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dus waar we, laten we zeggen, het overmatig en verkwistend gebruik van grondstoffen beperken. En anderzijds ook de vervuiling zodanig beperken dat eigenlijk die natuurlijke leefomgeving geen schadelijke effecten ondervindt van de manier waarop we leven. Dat is zo'n principe, zou je kunnen zeggen, dat op alle niveaus van toepassing is. Dat is zelf van toepassing op het wereldwijde niveau. Dat is de grote cultuuropgave, zou je kunnen zeggen, van de 21ste eeuw. Dat we een manier van leven ontwikkelen waarin dat soort slordige wijzen van ons gedragen geleidelijk aan verdwijnen. Dan heeft u het meteen over het meest taaie aspect waarschijnlijk van die transitie die nodig is, de culturele omslag die nodig is. Of ziet u dat anders? Nou ja, dus ik denk dat dat
Ja, dat is een taai aspect, dat is ook zo. Maar dat het volop aan de gang is, die omslag. Hè. Dus, er zijn ook allerlei zogenaamde waardenonderzoeken in de sociologie. Waaruit blijkt dat inmiddels in de meeste landen ongeveer een kwart van de bevolking een waardepatroon aanhangt, waarin eigenlijk de eenheidsgedachte van al wat leeft, zeg maar, centraal staat. En waarbij mensen hun feitelijke manier van leven, hun gedragingen, in toenemende mate vormgeven vanuit de gedachte, ja, ik moet het me zo gedragen dat ik andere mensen en onze natuurlijke hulpbronnen, de aarde, de ecosystemen, niet tekort doe. Hè. Dat is iets wat opkomt. Dat heette heel lang, en eigenlijk nog wel geloof ik, de beweging van de cultural creatives. Dus die zijn op een creatieve manier bezig met het overgaan op een nieuwe cultuur en nieuwe waardepatronen. Ik heb eigenlijk tegenwoordig de neiging om dat de nieuwe realisten te noemen. Want die mensen die hebben dus een realistische kijk op hoe we op de best mogelijke manier kunnen overleven, in feite. Het is realistisch. En degene die blijven hangen in onze oude, verkwissende manieren van opereren, dat zijn eigenlijk illusionisten. Die denken dat dat door kan gaan, maar dat is een illusie. Hè? En nou ja, we leven nu midden in een tijd van crisis. En die crisis die is niet alleen maar een financiële crisis, doordat een paar bankiers stomme dingen hebben gedaan. Maar die is een fundamentele crisis waarbij we in feite zowel financieel als economisch als ecologisch voorbij de grenzen leven van wat duurzaam mogelijk is. Hè? Nou, dat is wat er op het ogenblik aan de orde is. En deze crisis is dus gewoon, ja, een oproep om ons een cultuur te ontwikkelen waardoor we ons bewegen, leven binnen de grenzen van wat duurzaam mogelijk is. Is dit iets waar we uit gaan komen, denkt u? Nou, eigenlijk is er geen keus. Hè, dus er is eigenlijk wat dat betreft maar één toekomst. En dat is een duurzame toekomst. Dat is een toekomst waarbij we zo leven dat ook door generaties na ons is vol te houden. En helaas moeten we constateren dat we nu aan het eind van de industriële tijd, want daar zitten we volgens mij, met de methoden die we zijn gaan toepassen in die industriële tijd. Dus bijvoorbeeld onze economische processen hebben georganiseerd op een lineaire manier. We graven iets op, we maken er producten van of verstoken het. En wat we niet kunnen gebruiken, dat gooien we terug in het milieu. Dat is eigenlijk de procesorganisatie van de industriële tijd. Nou, dat is verspillend, want we gebruiken grondstoffen maar één keer. En het is vervuilend, want we gooien allerlei troep terug in het milieu. Nou, dat heeft nu een niveau bereikt waarbij we dus bezig zijn om onze habitat feitelijk onmogelijk te maken. Dus als we, laat ik maar zeggen, een toekomst willen voor de mensheid, dan zullen we naar andere methoden over moeten schakelen. En dat vertaalt zich ook naar de financiële sector. Want daar kun je dus van zeggen, geld is eigenlijk schuld. Hè. Geld komt in de wereld als schuld. Maar de schuldniveaus zijn tot dermate hoog niveau gestegen, dat we daar als het ware ook over de grenzen van wat kan heen zijn. Hè. Nou, dat is ecologisch het geval. Hè, en dat vind je terug in de wereld van de grondstoffen en de voedingsmiddelenproductie. Waar we dus eigenlijk een overbelasting hebben van onze natuurlijke hulpbronnen. Daar zitten we er ook overheen. En kijk je naar, nou ja, wat ik net zei, de wijze waarop onze economie in elkaar zit. Dan loopt die vast op die bij de voorgaande. Hè? Want meer schuld kan niet meer. En nog weer meer grondstoffen uit de aarde halen. Dat leidt tot prijsstijgingen. Waardoor het beetje economische groei wat we nog realiseren in feite nodig is om die hogere grondstoffenprijzen te betalen. Dus we lopen gewoon keihard tegen de limieten aan van onze huidige maatschappij. Dat is in wezen wat er aan de hand is. Dus we hebben eigenlijk geen keus. Wat mij betreft is er maar één route en dat is investeren in duurzame manier van leven, in duurzame methoden. En daar kan ook weer, laat ik maar zeggen, een volgende fase van maatschappelijke ontwikkeling uit voortvloeien. U heeft het in dit verband ook wel over, hè, dat we toe moeten naar een circulaire economie.
Een andere term die wel eens voorbij komt is de stationaire economie. Zit daar een verschil tussen? Een economie die niet meer gebaseerd is op groei, maar op iets anders? Nee, dus stationair en circulair zijn twee volstrekt verschillende begrippen. Stationair slaat op dat het totaal aan goederen en diensten niet meer groeit. Circulaire economie gaat over de wijze waarop we onze economische processen organiseren. En ik had het zojuist over de lineaire economie. Nou, het grote verschil tussen een lineaire en een circulair georganiseerde economie is dat we bij een lineaire economie in feite vooral putten uit eindige voorraden. En dat je bij een circulaire economie voortdurend oogst uit permanent beschikbare stromen. Nou, energie is daar het meest gangbare voorbeeld van. He, als we zeg maar, niet meer fossiele grondstoffen uit de grond halen, maar we leren te oogsten uit de permanent beschikbare stromen, zoals zon en wind en biomassa, wat een vertaling daarvan is, of aardwarmte, wat eigenlijk ook een oneindige bron is, hebben we een hele andere basis voor de manier waarop we werken. Nou, als je dat vertaalt naar grondstof, komt het erop neer dat we producten die zijn aan het einde van hun levenscyclus zijn, niet meer weggooien, maar dat we die beschouwen als grondstof voor de volgende productiecyclus. En nog een keer een volgende en nog een volgende. En zo zit je dus in cirkels. En wat in feite de essentie daarvan is, dat is dat we leren leven en werken zoals de natuur functioneert. Want de natuur functioneert zonder afval en zonder vervuiling. En daar is alles, laten we zeggen, wat afsterft, grondstof voor het volgende. Nou, dat is eigenlijk wat we moeten leren als mensen, dat we ons ook zien als onderdeel van permanente cycli. Vandaar dus dat idee van een circulair georganiseerde economie. En als we dat doen, dan kan er best ook nog weer op enig moment economische groei zijn. Dus als we nu zouden beginnen, structureel, met het ombouwen van onze economie in die richting, dan zou dat nieuwe investeringen uitlokken. Als we daar het goede beleid op losmaken. En eerlijk gezegd, er zijn bedrijven die dat aan het doen zijn. Dat is het zogenaamde kredel-to-kredel principe. En ik ken een aantal van die bedrijven die daar al een aantal jaren mee bezig zijn. En die maken het economisch uitstekend. Want wat is de bevinding van die lieden? Het zijn twee belangrijke, hele belangrijke. Het ene is dat als je je oude grondstoffen uit oude producten recycelt, dat goedkoper is gaandeweg dan nieuwe grondstoffen iedere keer gebruiken. Dus die hebben er een economisch voordeel bij. En het tweede is dat als je jezelf op die manier in de markt positioneert, dan leidt dat tot hele andere relaties met partijen die aan je vooraf gaan in de keten, de toeleveranciers. Want je moet die grondstoffen dan specificeren en daar moet je dus precieze afspraken over maken. En tot hele andere relaties met je klanten. Want de bedrijven die dat doen, die komen tot de conclusie, als ik straks over die grondstof wil beschikken, dan moet ik dat product niet verkopen, maar dan kan ik het veel beter leasen of verhuren. En dan heb je dus een hele andere relatie met die klant. Want je moet zorgen dat dat product goed functioneert, niet alleen, maar dat het ook terugkomt als het niet meer nodig is. En wat is de schaalgrootte waar we aan moeten denken als het gaat om zo'n circulaire economie? Kan dat nog steeds een geglobaliseerde economie zijn of moet dat op een ander niveau? Nou, ik denk dat de tijd dat we, laten we zeggen, eenzijdige globalisering hadden, dat die ook voorbij is. Er zullen natuurlijk sectoren blijven waarin de economie zich mondiaal organiseert. Maar heel veel van de processen die passen bij zo'n circulaire economie, die zullen eerder lokaal of regionaal van karakter zijn. Dus laat ik een voorbeeld noemen. Nu halen we het overgrote deel van onze energie uit de Arabische wereld en uit Rusland en overal vandaan. Als wij helemaal overstappen, en allerlei studies wijzen erop dat dat in de komende 4 decennia of zo zou kunnen, op duurzame energie,
Ja, dan betekent het dat het overgrote deel van je energie wordt lokaal geproduceerd. Hè, via, laten we zeggen, de productiecapaciteit van gebouwen. Hè, via zonnepanelen en windmolens en biomassa enzovoort. Dus dat worden lokale processen. Dus dat is ontglobalisering. Nou, iets soortgelijks geldt voor grondstoffengebruik. Als we steeds meer de in omloop zijnde voorraad grondstoffen, die zit in producten die in gebruik zijn, als we die zien als een voorraad die iedere keer opnieuw gebruikt kan worden, dan hebben we dus minder spullen nodig van elders. Hè. Dus kortom, er zitten in die circulaire economie zitten ook tendensen die er feitelijk op neerkomen dat er relocalisering en regionalisering van economische processen plaatsvindt. Met als belangrijk aspect ook dat daar dus regionaal verankerde werkgelegenheid bij zit. Iets soortgelijks zou je kunnen zeggen over de voedingsmiddelenindustrie. Ook daar zie je nu al tendensen dat lokale en regionale voorzieningscircuits, dat die steeds belangrijker worden. Ook omdat mensen in het kader ook van die eenheidsgedachte willen weten waar het geproduceerd is, hoe het geproduceerd is en waarbij voedsel in zekere zin gede-anonimiseerd wordt. Dat is ook een belangrijke tendens. De voedsel is heel lang als een soort leeftocht beschouwd. Als je maar calorieën had. En nu gaandeweg, in deze hele culturele ontwikkeling, ontstaat er veel meer belangstelling voor. Ja, maar hoe is dat gemaakt en wie heeft het gedaan en wat zijn de kwaliteitsaspecten ervan enzovoort. En dat kun je veel beter monitoren dichtbij dan veraf. Over het energieaspect gaat Jan ter Lauw tijdens dit symposium ook nog het een en ander vertellen. Maar ik wou er toch ook eventjes van u nog wat over horen. Want als het gaat om het lokaliseren, regionaliseren en op sommige punten misschien de globale, geglobaliseerde economie in stand houden. Dat alles kost heel veel energie natuurlijk om zaken te vervoeren. Er zijn een aantal aspecten. Eén is natuurlijk dat hoe dan ook de makkelijk winbare voorraden fossiele energie, die zijn wel zo'n beetje op of ver over hun hoogtepunt heen. Er wordt nog bijgevonden en als de ijskappen in het noorden en in het zuiden gaan smelten, dan vinden we daar waarschijnlijk ook nog weer wat spul. En er is natuurlijk schaliegas. Dus op zichzelf denk ik dat het opraken van die energie nog niet de primaire drijver hoeft te zijn voor de transitie. Maar dat we wat betreft duurzame energie eigenlijk nog heel vroeg in de ontwikkelingscurve van die technologie staan. En ik verwacht dusdanig grote vooruitgang nog in de efficiëntie van die opwekkingsmethode duurzaam, dat we in de komende, laten zeggen, 5 tot 10 jaar misschien al, en eventueel iets langer, dat we op een aantal punten zullen zien dat duurzaam opgewekte energie goedkoper is dan fossiele energie. Ik hoor deskundigen zeggen, ik kan het zelf niet helemaal overzien, dat ergens in 2013 of zo we in Nederland de pariteit zullen bereiken tussen elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en de kleinverbruikersprijs. Dus dat is heel dichtbij. En dat geldt natuurlijk voor laten we zeggen, grootschalig gebruik nog niet zozeer. Maar kortom, daar zit dus wel die tendens in dat fossiele bronnen worden gaandeweg duurder en duurzame worden goedkoper. Dus die lijnen die kruisen elkaar op enig moment. Dus dat is één. Twee, kijk, als je er echt op lange termijn naar kijkt, dan is duurzaam eigenlijk een overvloedig beschikbaar ding. Want het hele universum is energie. De zon is er natuurlijk één van. Hè? De zon schijnt op deze aarde, dat verschilt een beetje van plek tot plek, maar honderden malen meer energie dan we ooit zouden kunnen nodig hebben. Dus het hangt eigenlijk af van de efficiëntie waarmee we die stromen kunnen opvangen. Of we, laat ik maar zeggen, terug moeten in energieverbruik of niet. Hè? Daar hangt het eigenlijk van af.
Dus ik zie aan de beschikbaarheidskant niet zozeer een probleem. Het is meer een kwestie van verdere doorontwikkeling van de technologie om uit permanent beschikbare bronnen te oogsten. En dat op een zo efficiënt mogelijke manier te doen. En eigenlijk mijn zicht daarop is, mede gevoed door allerlei echte deskundigen op dat gebied, dat toch flink voortgang gaat boeken in de komende paar decennia, 2-3 decennia. En dat we dus daarmee al een heel stuk de kant op kunnen van zelfvoorziening. Heel veel, met name olie-watchers, die zeggen van ja, de piek in de goedkope olieproductie, die maken we ongeveer nu mee. Sommigen zeggen 2008 was het jaar, anderen zeggen nou misschien 2015, maar de meeste voorspellingen die komen rond deze tijd uit. Dat betekent dus dat structureel olie, nou dat zien we nu al natuurlijk, dat olie structureel duurder wordt en duurder blijft worden. Terwijl de hele mondiale economie tot nu toe nog steeds is gebaseerd op datzelfde spul. Ja. Hebben we nog voldoende tijd wat u betreft? We hebben hier bij het UC een tijd geleden een studie gedaan naar wat technisch mogelijk is. En daar komen wij toch tot de conclusie dat het redelijkerwijs haalbaar moet zijn om in 2030, dus dan praten we over een kleine 20 jaar vanaf nu, ongeveer een derde, krap een derde van onze energiebehoeften uit duurzame bronnen te halen. En dat dat in de volgende 20 jaar minimaal 2/3 zou kunnen worden. En dat als er nieuwe technologische doorbraken zijn, dus laten we zeggen opslagmogelijkheden via nieuwe batterijtechnologie en allemaal dat soort dingen, wat heel wel mogelijk is, dat het dan ook mogelijk moet zijn om in 2050 op 100% of dicht bij de 100% te zitten. Dus technologisch moet het kunnen en eigenlijk blijkt tot nog toe dat in ieder geval in een land als dit, in tegenstelling tot in Duitsland, hè, waar ze natuurlijk wel dit volop tot prioriteit maken, maar goed, in dit land, dat toch vooral de sociale en politieke weerstand, of inertie zou je het ook kunnen noemen, dat die ons afhoudt van een serieus transitiebeleid. Dat maakt dat heel veel mensen zeggen van, nou ja, dan kunnen we dus gewoon doorgaan, hè? Business as usual. Want ja, dit is een vrijbrief om ook de groeieconomie in stand te houden. Nou, dus in die scenario's die wij hier bekeken hebben, zit niet alleen de omschakeling van de ene bron op de andere, maar zit ook een forse dosis efficiëntieverbetering van de energiehuishouding. Dus onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat we in diezelfde periode van enkele decennia de hele Nederlandse bebouwde omgeving energie neutraal maken. Dus dat de isolatie van die gebouwen aanzienlijk verbeterd wordt en dus de energieintensiteit lager wordt en tegelijkertijd de productiecapaciteit voor energie, voor elektriciteit in het bijzonder, dat die geactiveerd wordt. Dus dat zit daar dan wel in. En ik laat nog een heel ander voorbeeld noemen, wat je weinig hoort. Een van de onderdelen van die transitie is het overschakelen van petrochemie naar biochemie. Nou, om petrochemische processen te kunnen doen, heb je enorme hoeveelheden energie nodig. Onze procesindustrie is een grote energiesleup. Als je overschakelt op biochemische processen, dan kun je dikwijls werken met enzymen en met bacteriën. En dat soort processen vraagt veel minder energie. Dus energiebesparing is onderdeel van die scenario's die leiden tot de mogelijkheid van ergens tussen 2/3 en 100% duurzaam in 2050. Als we nou kijken dan naar dat lokale niveau, want dat is het niveau waarop Transition Town initiatieven werken. In hoeverre is dat iets waar mensen in wijken en buurten zelf een bijdrage aan kunnen leveren? Het zijn, laat ik maar zeggen, grote ideeën die juist op dat lokale niveau hun invulling en uitwerking moeten krijgen. En dat is ook het interessante van deze tijd. Eigenlijk zie je een soort dualistische of dichotome situatie in een land als dit, maar het speelt elders ook, waarbij enerzijds, laat ik maar zeggen, de bestuurlijke elite van een land en het bedrijfsleven vooral bezig is met het in stand houden van het oude.
En dat aan de basis heel veel initiatieven zijn, eigenlijk op basis van dat nieuwe realistische paradigma, dat eenheidsparadigma, samenhangparadigma, om op basis daarvan in hun directe omgeving die integratieslag te maken en eigenlijk het leven op dat niveau weer heel te maken. Dus ik vind dat dat lokale niveau vind ik cruciaal in deze hele beweging. Ik heb nog nooit, als je de geschiedenis natrekt, nog nooit gezien dat een fundamentele transitie, waar we het hier over hebben, eigenlijk moet je zeggen transformatie, dat die van bovenaf is gekomen. Die komt altijd van onderaf. Dus, laten we zeggen, de toekomst van duurzaamheid wordt op dit moment eigenlijk zoekender en tastenderwijs gemaakt op dat niveau. Dus het is wezenlijk voor wat daar gebeurt. En er zijn heel veel mensen in lokale contexten die daar volop mee bezig zijn. En de grote waarde van Transition Towns is dat daarmee op dat niveau een kader wordt geleverd waarbinnen individuele mensen of groepen van mensen heel vaak, denk aan energiecoöperaties en allerlei andere vormen van, laten we zeggen, investeren door mensen in de kwaliteit van hun leefomgeving en hun de basis van hun economie, dat wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, ondersteund door gemeenten, soms ook provincies, want die komen er ook nog alles aan te pas. Maar dat is dus niet alleen, laten we zeggen, interessant vleubelwerk, zoals het daarboven wel eens wordt gekwalificeerd. Ik vind het, laten we zeggen, de cruciale beweging die op dit moment plaatsvindt.